Waarom moet je al je rommel bijhouden? Vanuit de Loods in Mechelen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. De vraag is, moet je rommel bijhouden? Ik zeg tegen mijn studenten, natuurlijk moet je rommel bijhouden. Rommel is niet alleen een object, maar ook materiaal. Ik ben een kind van begin jaren 60 en alles werd opgestookt. Iedereen had thuis zo'n grote olieton. En dan werd het fijnste wat ik vond, het fijnste wat er was, was die rommel in die ton. En mijn moeder zei, ga jij vuur gestoken? Heerlijk was dat. Naderhand kwamen er storten, zoals we kennen. Alles werd gedumpt aan de rand van een dorp. In het groen, meestal in het groen werd een put gemaakt en alles werd neergekipperd. Verf, autobanden, je kan niet inbeelden, matrassen. Alles werd op zaterdagmiddag naar hier gereden. Een jaar later zand erover. Intussen, in de jaren 70, jaren 80, zijn we begonnen met het maken van containerparken. Dus je kan nu mooi je materiaal binnenbrengen. En nu zijn we weer een stap verder. Je kan meer en meer recycleren, maar het heet niet meer containerpark. Is er iemand die weet hoe dat nu heet? Het heet nu inderdaad recyclagepark. Alles heeft te maken dus met de manier waarop je naar dingen kijkt. Een aantal jaren geleden, die vaas staat hier nu toevallig, maar die kan ik goed gebruiken, was ik in het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En daar stond zo'n vaas. En dat was West Germany, stond erop. Ik weet niet of het hieronder staat. Ja, kijk, toevallig West Germany. West Germany keramiek. Daar stond één lelijke vaas. Ik vond dat toen lelijk. En ik dacht, wat staat die lelijke vaas hier in het museum te doen? En daar stond een tekst bij van Marieke van Diemen. En ze zei, de presentatie bepaalt de perceptie. Dus de manier waarop je dingen toont, bepaalt hoe de mensen daarnaar kijken. En dat is net wat een scenograaf doet. Die staat in een museum, gaat die allerhande dingen plaatsen, waardoor dat jij goed gaat kijken naar dat object. De scenograaf is iemand die dingen, als je het woord ontleedt, zou je kunnen zeggen, dingen in scène zet. Je krijgt een verhaal. Iemand schrijft een verhaal, dat kan een theatertekst zijn. En je krijgt de ruimte. En je zorgt als ontwerper dat dat verhaal mooi in die ruimte past. Dat kan dus evengoed een tentoonstelling zijn, bijvoorbeeld een tentoonstelling over Indonesische schepen. Je krijgt een bepaalde ruimte, iemand schrijft het verhaal. In dit geval is dat een curator. In het geval van een theaterstuk is dat bijvoorbeeld een dramaturg. Jij krijgt het verhaal en jij moet maken dat dat heel mooi in elkaar overvloeit, zonder dat er haperingen verschijnen. En als je dan kijkt naar de volgende ruimte die kwam, stond heel die ruimte vol met honderden van die vazen. En ineens vond ik die lelijke vaas een prachtige installatie. Dus je ziet maar hoe belangrijk het is hoe je de dingen presenteert. Ik heb hiervoor iets meegebracht dat ik buiten op de parking heb gevonden. Zo vind je er honderdduizenden in België, een vieze, vuile sigaret. Ik loop er al een tijdje mee rond en heel mijn handen stinken aan de sigaretten. Als ik dit doe, dan herkennen jullie, sommige de ouderen onder jullie, waarschijnlijk een bepaalde figuur. Dat is detective Van Zwam. Dat was een man die kon aan de sigaret zien van het is een blonde dame op hakken en ze heeft een jas met 12 knopen. Ik weet niet of jullie het Museum van de Onschuld kennen. Het is een prachtig boek. Zijn er mensen bij die het gelezen hebben? Een boek van Orhan Pamuk? Niemand? Dan moet je zeker lezen. Het is een boek dat beschrijft 600 pagina's lang objecten. Dus die sigaret speelt een grote rol in het verhaal van Orhan Pamuk. Ik had even kader, maar ik ga het niet verklappen, want ik vind dat jullie het boek moeten lezen. Het is maar 600 pagina's, maar het gaat 600 pagina's over objecten. Het verhaal is zo. Kemal is een rijke luiszoontje in Istanbul. Zijn vader produceert Meltem limonade. Hij wordt heel veel gedronken in de jaren 70. En hij staat eigenlijk op punt om te trouwen met zijn verloofde, Sibyl. Die komt ook uit de rijke klasse. Maar op een dag wordt hij gevraagd om wiskundeles te geven aan zijn achternichtje, Fusun. En natuurlijk, hij ziet dat meisje en er staat een vuur en vlam. En hij begint de relatie met dat meisje gedurende jaren. En telkens verzamelt hij objecten. Ze hebben bijvoorbeeld een namiddag in bed doorgebracht en het meisje staat op en zegt, oh, ik ben er een van mijn oorbellen is kwijt. En hij denkt, ik weet van niks, ik heb ze niet gezien. Wat heeft hij? Dat zit natuurlijk in zijn zak. En zo verzamelt hij, 500 pagina's lang, verzamelt hij alles wat dat meisje ook maar aangeraakt heeft. Dat kunnen zijn, zoals ik, daarom heb ik die sigaret bij, s'avonds roken ze en voordat zij gaat slapen neemt hij een sigarettenpukje mee en stopt het mooi in zijn zakje en gaat thuis naar zijn verzameling al zijn objecten. Filmtickets, glazen die ze heeft aangeraakt, lipstick. Je kan niet bedenken of hij verzamelt het. En dat gedurende 500 pagina's. Dan gebeurt er iets heel tragisch in het boek, waardoor hij besluit om eigenlijk een museum te bouwen voor haar. Het Museum van de Onschuld. Het mooie is, Orhan Pamuk
heeft in het echt ook een museum gebouwd. Dus het museum uit het boek is ook in het echt gebouwd. In Turkije kan je gaan bezoeken. En het fijne eraan is, bij een museum hoort ook een catalogus. Dit is dat catalogus van het boek. En in het boek staan al die objecten beschreven per hoofdstuk. Dus je kan het boek lezen en dan kan je per hoofdstuk kijken naar alle objecten die hij van haar heeft gejat of die hij bijgehouden heeft. Dus dat is eigenlijk een heel mooi verhaal waarbij dat Rommel een belangrijk onderdeel van is. Rommel als materiaal. Ik weet niet of iemand de volgende man gaat kennen. Heeft iemand gekeken naar de wielerwedstrijd Niesblad, omlopend Niesblad? Die is de opening van het Belgisch wielerklassieker. Die man heeft een paar honderd kilometer gereden en uiteindelijk wint hij. En hij wint waarschijnlijk ook een geldprijs, maar wat hij vooral won, is Rommel. Hij won een... Dit is zijn beker. Vroeger kreeg je een beker. Maar dit is iets wat een vriend van mij gemaakt heeft, Patrick Reuves. Die maakt al jarenlang de trofee voor de omloop het Niesblad. Dus eigenlijk gaat hij naar Rommelmarkten, verzamelt allerhande materiaal en maakt er nieuwe dingen mee. En ze waren zo gecharmeerd doordat hij dit maakte. Patrick Reuves verzamelt eigenlijk een hoop van die dingen. Hij gaat naar Rommelmarkten en hij verzamelt overal van die glazen stolpen, oude lampenkappen. En ik was onlangs tegen een vriend te vertellen, ja, ik moet binnenkort een lezing geven over Rommel. Ik zeg, maar ik heb een goede vriend, die maakt van alles. En zei die andere vriend, ja, moet toch oppassen. Ik zou dat toch niet vertellen, want dat komt over als je knutselt. Zo dingen maken met oud materiaal, dat is te knutselen. En ik zeg, ja, dat kan knutselen zijn. Als je dat, heel dikwijls krijg je van die cadeautjes, moederdag, vaderdag, op school gemaakt met wc-rolletjes. Dat is inderdaad geknutsel. Ik zeg, ik zal eens laten zien wat die man maakt met bijvoorbeeld lampenkappen. En dan zeg je, ah ja, ik snap het, zei ik snap wat je bedoelt. Dus hij zet die lampenkappen op elkaar, kiest een kleur, bijvoorbeeld allemaal wit, hij steekt een gekleurde tijl in en hij krijgt ineens een heel mooie nieuwe lamp. En dat is wat een ontwerper kan doen. Hij kan nieuw leven geven aan dingen. Ik ben x aantal jaren geleden 50 geworden en heel veel van die cadeaus, ik had eigenlijk geen cadeaus gevraagd, maar je krijgt toch van alles. Het meeste is opgegeten, heb ik al uitgelezen, heb ik al beluisterd. En als er één ding dat ik altijd heb, dat is iets wat Patrick voor mij gemaakt heeft, dat is eigenlijk een wekbokaal, een oude wekbokaal die hij gevonden had, met een bergje dat hij gevonden had, waar een mannetje op zit dat 50, het getal 50 vast heeft. En onderin zitten allemaal, als je goed kan kijken, zitten lettertjes, vermicelli lettertjes. Hij zei, dat zijn alle woorden die je op die 50 jaar gezegd hebt. Dus dat is wel een heel mooie... En als een cadeau, dat zie ik iedere dag, dat vind ik heel fijn om dat bij te houden. Ik ben zelf ook oprichter van een medeoprichter, zal ik zeggen, van een organisatie, Het Labo. En wat wij doen is aan kunstenaars dingen geven om er dingen mee te maken. We hebben een hoop oude ziekgasbilletjes, van die metalen billetjes die je wel kent, die mensen vroeger aan hadden voor de oorlog, met gewoon twee glaasjes in. We hadden zo'n hoop van die in elkaar gevrongen staal gevonden. Het waren allemaal billetjes. En we hebben dan aan 50 ontwerpers een bil gegeven. Is er iemand, dit is een beeld van Peter de Meijer, als je daar een naam voor mocht bedenken, hoe zou je de beeld noemen? Voyeur. Als je de beeld bekijkt, heeft er gewoon een soort bustier van gemaakt. Of een andere bril. Dit is eentje van Huub Berger en die heet Stop Watching. Dus iedereen heeft de bedoeling was dat iedereen een portret had gemaakt van zichzelf met de bril en dan een foto van het object. Een andere is eentje die ik zelf gemaakt heb. Dat was een bril voor mensen die niet meer kunnen huilen. Zo heb ik vaccine erin gegoten. Zo die theelichtjes, als je aansteekt, dan begin je je bril weer te huilen. Of als je contactlenzen draagt, dan heeft Simon Jones, dat is een Engelse ontwerper, heeft dan eigenlijk een bril gemaakt met twee doosjes waar je contactlenzen in kan stoppen. Dus eigenlijk heel mooie voorbeelden hoe je op een poëtische manier met dingen om kan gaan. Of als mensen op pensioen gaan, ik heb nu al vrienden die op pensioen gaan, dan maak ik soms hun, en dat is dan een oud Delfts porselein waar dan een mannetje in zit die rustig gaat genieten van zijn pensioen. En dan hangen ze dat op. Dat is wel een mooi cadeau. Ik heb het gehad over de borden. Nu wil ik eigenlijk een collega van mij voorstellen, Remco Roes, ook een ontwerper. Ik geef samen met hem scenografie. Ik ben zelf scenograaf, hij is kunstenaar. En wat heeft hij als hobby? Is eigenlijk ook dingen verzamelen. Het is begonnen met een zolder van zijn opa, die hij helemaal integraal geërfd heeft. En hij is begonnen met al die objecten te klasseren. Allemaal objecten, onderdelen van machines. Hij staat helemaal beginnen nakijken, beginnen klasseren. Wat kan ik bij wat zetten?
En hij maakte hele mooie composities mee, die hij dan op de juiste manier in de ruimte zet. En daardoor krijg je een heel mooie installatie, die ook weer heel veel emotie kan opwekken bij mensen. Ook een collage is eigenlijk ook een soort installatie of een soort verwerken van rommel. Ik weet niet of je Johannes Hertzfeld kent. Je kent waarschijnlijk de volgende. De Millionenstein Hintermeer, zei Hitler. Hij wou zeggen miljoenen mensen staan achter mij. Maar uiteindelijk was het miljoenen van de industrie die achter hem stonden. En dat is heel mooi verwoord door Johannes Hertzfeld. Maar hij had zijn naam verengelst John Harfield, om niet in de kijker te lopen. Een andere is een goede vriend van mij, dat is Johan Kleisters. Die jongen was even oud dan ik, geboren in 1962. Maar helaas gestorven in 2005, omdat hij een heel zware ziekte had, namelijk gewrichtsreuma. Waardoor dat al zijn botten en gewrichten gingen allemaal kapot. Op een duur werd hij ook doof, lag in zijn bed en kon niks meer doen, buiten het maken van collages. Alles wat er binnenkwam aan post, verknipte hij en maakte hij heel mooie nieuwe dingen mee, die eigenlijk zijn leven voor een stuk zin hebben gegeven. Dan wil ik nu even een gedicht lezen. Dat heet Midden op de weg. Midden op de weg lag een steen, een steen lag midden op de weg, een steen lag midden op de weg lag een steen. Nooit zal ik die gebeurtenis vergeten, in het leven van mijn dood vermoeide netvliezen. Nooit zal ik vergeten dat midden op de weg een steen lag. Een steen lag midden op de weg lag een steen. Dat is een gedicht van Carlos Dumont Andrade. En diezelfde steen, die moet ook een bepaalde man hebben gezien op de weg. En dat was een postbode, facteur Cheval. En die heeft 30 jaar lang, dus de eerste keer dat hij de ronde reed met zijn fiets, zag je, oh, een mooie steen, die ga ik bijhouden. En 30 jaar lang heeft hij die mooie stenen bijgehouden en heeft er een heel mooie installatie mee gemaakt voor zijn eigen huis. Le Palais Ideal heeft hij mee gebouwd in Zuid-Frankrijk. Kan je gaan bezoeken, is nog helemaal gemaakt met alle stenen van zijn postroute. Dus je ziet, met rommel kan je alle kanten uit uiteindelijk. Je moet niets weggooien. Als je in de juiste handen terechtkomt, kan het een heel mooi ding worden. Dus om te vragen, moet je al je rommel bijhouden? Ik zou het toch een tijdje bijhouden. Kijk wat ik er nog mee kan doen. Niet erop weggooien. En komt er in de juiste handen van de juiste personen terecht, dan kunnen nog hele mooie dingen uit ontstaan. Dank u wel.